Laat mij maar heel even Groningen, heel even nou maar niks. En vader zong vroeger altijd liedjes. En toen wou ik niet slapen. Ik dacht, donder maar op, het wordt beneden pas leuk als ik in mijn nest lig. Toen nou toch, ga weg. En dan zong hij liedjes van Torentje Bussenkruiden van Dikkertje Dab. Vond ik daar een eikel, die Dikkertje Dab. Heb ik dat mannetje intens gehad, Dikkertje Dab. Een huftertje. Moet je leven, stel je het leven van die giraffen voor bij Dikkertje Dab. Van die giraf, heeft ook niet makkelijk. Hè? Stel je voor, die giraf gaat een keer s'nachts met zijn vrienden op stap. Die zuipt zich helemaal klem. Zuipt zich werkelijk helemaal lens. Is blij dat hij om 17:15 morgens in zijn nest ligt. S'morgens open. En wie staat er weer om 18:45? Dab. Oh. Dag giraf, hier ben ik. Jongen, flikker op, ik lig er net in, man. Ga weg. Ja, maar ik heb klontjes. Bak een paar eieren, doe wat nuttigs, maar donderdag. Zo, is ook geen naam. Wie heet er nou D-Dab? D-Dab. Als ik een snelle auto had en het kereltje stak over, dan wist ik het al. D-Dab. Bij ons in het noorden wordt ook zo'n hufter hier in de buurt. Hier. B-Botje! B-Botje en D-Dab. Lekker duo. Huh? Nou, mijn fiets lenen ze mooi niet. En heb je in Brussel heb je nog M-Pis. Stel voor die drie families een beetje uit gaan huwelijken. Dan krijg je bijvoorbeeld Gerda Pisbotje. Smerig. Dat is ook niet lekker. Ja. Daar was laatst een meisje los. Nou en? Laat dat kind toch. Wat god. Die wou gaan varen. Nou, bel die B-Botje dan. Hè? Die hufter zit de hele dag in zijn boot. Een hufter is het echt. Of in een... Nog zo'n lied. In een groen knollenland. Nou, wat zou dat voor kleur zijn, hè? Geel, fout. Ah, nou. God, van vier keer, hè? Of zeg, ken jij de mosselman, de mosselman, de mosselman? Nou, ik ben blij als ik één zo'n hufter ken. Domme donder, uit toch op. In Holland staat een huis. Zo. Bedankt voor de info, hoor. Ik dacht al jaren, wat zou dat nog in Holland staan? Een huis! Je kunt je kont niet keren als er wordt gebouwd. Ga nou dan weg. In Holland staat een huis. De volgende is een beetje hard. Maar eerst objectief luisteren en dan pas oordelen. Ja, niet allemaal direct boe en woe. Even. Let op wat ik zing. Altijd is Kortjakje ziek. Altijd, niet soms, nee. Altijd is Kortjakje ziek. Kun je... Of ze is ziek. Altijd is Kortjakje... Alleen die naam al, Maschwa. Altijd is Kortjakje ziek. Is het dan niet beter dat we dat infuus dichtdraaien? Ja, het is een beetje... Ja, oh, jawel, maar... Ook niet leuk, hoor. Altijd is trouwens nog zo'n trut. Hoe heet ze? Evie der Elsje. Evie der Elsje, zet je klompjes bij het vuur. Moet je vooral doen met die houten dingen. Doe maar hoor. Zet ze er maar bij hoor. Ik zou er nog een chocoladereepje in doen ook. En de allerergste is wel, er is ook een stel ouders die hebben hun kind genoemd. God, god. Er is ook een stel ouders die... Die hebben hun kind genoemd. Er is ook een stel ouders, die hebben hun kind genoemd. Ozewiezem, mama. Dus die zien bij de geboorte eerst dat hoofdje. En die denken, die noemen we Ozewiezem, mama. Nou, zegt die vrouw, is dat niet een beetje kort? Goed, kristal aan er al achteraan. Nou, zet dat maar eens in je rijbewijs, hè? Dag, agent. Dag, mevrouwtje. Mogen we de papieren even zien? Alsjeblieft, agent. Ja, komt u maar mee. Ja, maar agent, zo heet ik echt. Ja. Hè? Gaat u maar mee met die witte meneer. Ga nou toch weg. En ik dacht altijd, ik wil niet slapen. Ik dacht, die blokjes kaas met die ananasjes erop, die gaan pas de kamer rond als ik al in bed lig. Ja, maar je hebt je tanden al gepoest. Ja, dat moest! Ja! Lekkere volgorde, hè?
Tja, je hebt je tanden al gepoet. En ben één keer naar beneden geslopen, heb ik al die blokjes kaas opgevreten. Ik hoor mijn moeder nog zeggen, wie wil er een stukje kaas? 40 prikkertjes lagen er nog. Misselijk dat ik was. Is echt gebeurd. En de leukste ooms en tantes komen pas als ik al in mijn bed lig. Ding dong, hallo, hallo. Zijn jullie er ook? Ja, wij zijn er ook. Gezellig, gezellig. Ligt Bert al in bed? Ja, Bert slaapt al. Niet thuis! Ik lig vastgebonden, help! Ja. Nou maar lekker slapen, nu maar gewoon maar lekker slapen diep. Laat me maar heel eventjes, Groningen, laat me maar heel even van je ras, 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 rijdt de koning door de plas. Als je nou weet dat zo'n man komt. Een kwestie van het wijltje, hè? Het is toch zo weg, het is toch zo weg. Of dat gaat naar Den Bosch toe, dus dat gaat naar Den Bosch toe. Dus dat betekent voor Den Bosch dat er iets aankomt. Dus heel Den Bosch rukt uit, ze wachten 7 jaar bij de poort van heel Den Bosch heeft gehoord. Dat gaat naar Den Bosch toe. Ze wachten 8 jaar en wat komt er uiteindelijk aan? Een ZL Gerritje. Is dat alles? Ja, dat is alles. Laat mij maar heel eventjes nu maar slapen, slapen lekker diep. Ik dacht echt dat het beneden pas leuk wordt als ik sliep. En dan zong vader altijd liedjes. Een torentje bussenkruid, wat hangt eruit? Slaap en lekker diep. En ik dacht altijd gewoon, ga nou maar. Oh nee, nou niet meer. Oh, slaap. En ik dacht altijd, kijk. Kom eens. Daar komt de orgelman. Ik ben niet doof. Zo, die is erop met de orgel. Slaap. Ik dacht echt dat het dan was. Laat mij maar heel even naar mijn nek. Druk, druk, druk. Oké. Zie maar ook snel open. Slapen. Oei, oei.